Goedemorgen, Alice hier voor Studio Light. Ik wil vandaag eventjes mijn flip-over boekje laten zien aan jullie via een filmpje. Want meestal is dat gewoon heel moeilijk om te fotograferen en anders moet je het in delen en dan zie je het nog niet helemaal. Dus vond ik het leuk even op deze manier te doen op de zondagmorgen. En ik wil jullie even laten zien wat ik hiervoor gebruikt heb. Zoals je de meeste wel ziet, zijn het de afbeeldingen van Art by Malien. Dus ik heb ook een stencil van Studio Light gebruikt en daarop Art by Malien verwerkt. Ik zal even de spullen laten zien die ik gebruikt heb. Dat is de Essential Embossing Cutting and Embossing Mal. En dat is stencil SL201. Superleuk stencil om te zeggen van ik ga het op een Arjun pagina gebruiken als kaart uiteraard. Of in een planner. Want het is wel een heel leuk formaatje. Maar ik denk, ik ga er natuurlijk weer eventjes wat anders mee doen. En ik had hem 3 keer uitgestanst. Zoals je ziet op wit kraft en zwart papier. En toen dacht ik, ja, waar gaan we erop doen? Kom ik toch uit op Art by Malien. Je kunt, omdat mijn kleindochter ook binnenkort jarig is. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, je pakt met bloemetjes of ja, je kunt er eigenlijk van alles op verwerken. En het is een mooi, klein, compact oppervlakte wat je moet doen. Dus dat is echt wel heel leuk. Ik heb hiervoor de scrapvellen van Art by Malien gebruikt om de achtergronden te maken. En de vellen op zich zijn sowieso al super, hoef je heel weinig op te doen. Maar hiervoor heb ik even 2 stukjes gebruikt. Zoals je straks kunt zien heb ik dit stukje gebruikt. En ik heb een stukje van de zeemermin gebruikt. En dit is scrap BM08. En ook voor een achtergrondje heb ik een stukje van deze gebruikt. Dit is ook echt een superleuk vel. Die heb ik ook gewoon eventjes heel gelaten. Want soms is het een beetje lastig, maar ook wel weer heel fijn. Studio Light heeft altijd de scrap pagina's. Zijn altijd aan beide kanten. Dit is scrap BM05 en hiervan heb ik deze vrolijke stippen gebruikt als achtergrondje. Dan hebben we nog dit mooie scrap vel en dat is scrap BM06. En hiervan heb ik een stukje van het roze gebruikt. En hele leuke deze donuts. Dus dat zijn de achtergrondvelletjes. Dan heb ik, ga ik hem er weer eventjes bij pakken. Dan heb ik in de paginaatjes heb ik ook de paper elements gebruikt. En dat zijn de 2 stansblokken van de Marlene's World, de 2 laatste. En ja, zoals je bij mij ziet, is er al heel veel gebruikt. Superleuk, je hebt ook al heel veel voorbij zien komen van mijzelf. Ook laatst mijn art journal boekje van 10 bij 10 centimeter helemaal gevuld. Dat komt allemaal dan hieruit. En de andere promoteamleden die plaatsen ook heel veel leuke dingen met deze Marlene's World lijn. Dit is stansblok 03 en 04, meen ik. Ja, 03 en 04. Dus die heb ik hiervoor gebruikt. Toen ben ik hem inderdaad gaan vullen. Ik heb die velletjes allemaal opgeplakt en dan ga je gewoon kijken van wat kan erbij gebruikt worden. Voor dit heb ik het laatste nieuwe wat we pas ontvangen hebben, dat helemaal leuk is. Dat zijn de rhinestones. En voor deze pagina vond ik met het visje is al zo sprekend dat je er eigenlijk weinig aan hoeft te doen. Maar ik heb wel een paar steentjes opgeplakt, zoals je ziet. En dat voegt toch echt wel aardig wat toe. Het rhinestone doosje, ja, daar zit er gewoon heel veel in. Dat is 6 gram. Er zijn gewoon heel veel steentjes. En dit is Rijn BM01. Veel info, maar soms wel handig. Nou, dus ik heb hier die flip-over boekje van gemaakt. En ik ga even met jullie de pagina's door. Aan deze kant heb ik dus uit de paper elements gebruikt. Ik heb wel gezorgd dat de achterkant mooi loopt samen met het standje. Dus het laatste stukje heb ik ook met het standje gewoon even eruit gehaald. Het is een beetje gepuzzel, maar ik vind het altijd wel mooi om als afwerking te doen. Dit vuurtorentje heb ik met een beetje 3D opgeplakt,
zodat er echt wel diepte in de pagina komt. Nou, dit is al een drukke achtergrond, maar ik vond het plaatje leuk. Het gezichtje erin, ook de flapjes met een beetje verhoging opgeplakt, zodat het toch een beetje, ja, 3D lijkt en wat kijkdiepte inkomt. Het gezichtje, alleen aan het gezichtje heb ik even met de witte gelpen daarbij de ogen eventjes wat geaccentueerd. Nou, dit is die vrolijke achtergrond met al die stippen. Ook eigenlijk vind ik bij zoiets niet veel aan doen. Ik heb hier de ijskoningin gebruikt en een ijsko erbij en gewoon wat witte accentjes aangebracht. En dan is het ook voldoende. Nou, het roze achtergrondje heb ik de Paper Elements gebruikt. Toen vond ik het een beetje te clean voor me. En toen ben ik even gaan kijken. En toen heb ik de leuke stempeltjes uit de Art by Meline collectie van december. Dat was die adventkalender, sorry. En daar kreeg je elke dag, mocht je een vakje openen in de maand december tot kerst. En daar zaten deze stempeltjes in. Nou, die vind ik echt helemaal. Je kunt ook altijd vaak de lijnen combineren, dus dat voegt helemaal toe. Beetje wit eraan, voldoende. Voor mij tenminste. Nou, aan de achterkant is de zeemermin. Ook daar weer de rhinestones bij gebruikt. En hier heb ik er wat extra meer op geplakt. Mijn kleindochter kwam gisteren en die zei echt, wauw, oma, dat is mooi. Kinderen, vooral kleindochters, houden van bling bling. Dus dat was helemaal leuk. Dus dat is mijn flip-over boekje. En met het stencil van Studio Light en de lijnen van Art by Meline bij verwerkt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat het zo een beetje duidelijker is en gezellig om naar te kijken. En misschien tot de volgende keer. Dankjewel.